mogen open. Hoi, mijn naam is Robin Capri, eigenaar van sportschool Feel So Good in Os. En ook wij mogen in jullie weer open. En dan gaan we met z'n allen weer van goud. En als je natuurlijk binnenkomt, hou mooi vakken, 1,5 meter. Ik wens alle groeimaten echt heel veel succes in het behalen van jullie doelen. We zijn er helemaal klaar voor, 1,5 meter. Hygiëne, protocollen. Het er natuurlijk wel op dat je de afgelopen tijd minder of misschien zelfs wel niet hebt getraind. Niet te wild, niet te zwaar gewichten. Pak dus niet direct de gewichten die je gewend was, maar bouw het rustig op. Enjoy! We zien jullie graag. Kom je ook, Arnold? Let's go! Toen werd aangekondigd dat de quarantaine kwam, hè, toen hebben we eigenlijk meteen gezegd, dan bevriezen we de abonnementen. En meteen die dialoog aangaan online. Dus zorgen dat je blijft voeden met inspiratie, met recepten, met trainingen. En dat het feit dat je even niet de gym in kon, geen reden was om niet bezig te blijven. Ik vond het heel mooi om te zien dat die community heel goed in stand bleef online en dat dat dus kan. Maar je mist eigenlijk die bijsturing, die professionele begeleiding die een gym maakt. Als zoiets weer gebeurt, willen we meteen op de dag zelf overschakelen naar online. Ik weet nog zo goed die dag dat ineens duidelijk werd, wacht even, we mogen buiten gaan trainen. Dat voelde echt als een soort moment van, oeh, dat is de eerste stap, jee! Toen zag je ook voor het eerst weer die blije gezichten van mensen die dachten, oh, we zijn weer in een groep bezig en een trainer die zegt, dit ga je doen en dan doen we het. De maatregelen die wij hebben genomen zijn redelijk rigide nog. We gaan ervan uit dat dat een korte periode is, dat dat moet. Dus dat begint ermee dat je alleen maar naar binnen kan als je reserveert via de app. Dus we hebben overal mandjes staan met extra spray. We hebben overal vakken gemaakt waarop je op die 1,5 meter kan trainen. We hebben looproutes in de gym. Normaal gesproken hangen nog allemaal zakken ook in het midden. Ik verheug me er ook echt op om straks gewoon 7 uur daar te staan. Oh man, ik ben zo blij dat het kan ook. Je kan geen high fives geven nog, maar virtueel wordt er geknuffeld en gehighfived, kan ik je vast vertellen. En ik pak zelf al even een lekker setje bankdrukken ook. Ja, toch wel. Ja.